afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar Q-koorts. Eerder al bezocht ik de onderzoekers die onder andere met hulp van Q-support in totaal 14 onderzoeken deden naar chronische Q-koorts, het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en het effect van Q-koorts op het dagelijks leven. Hopelijk kunnen ze mij en daarmee ook jullie nu vertellen wat de resultaten zijn. Voor het onderzoek van acute Q-koorts naar Q-koortsvermoeidheidssyndroom hebben we gekeken naar het activatiepatroon van de afweercellen van patiënten met een acute Q-koortsinfectie, zowel direct na de infectie als 6 maanden daarna. Wat we eigenlijk hebben gevonden is dat het activatiepatroon van de afweercellen van patiënten die een acute Q-koortsinfectie hebben gehad, direct na de infectie toch een heel anders lijkt te zijn dan het activatiepatroon van de afweercellen van gezonde mensen. Wat we ook vinden is dat eigenlijk 6 maanden na die acute Q-koortsinfectie dat activatiepatroon nog steeds heel anders lijkt te zijn dan het activatiepatroon van de afweercellen van gezonde proefpersonen. Daarnaast hebben we ook aangetoond dat patiënten die klachten blijven houden na een acute Q-koortsinfectie, dat het activatiepatroon van die afweercellen ook weer heel anders is ten opzichte van het activatiepatroon van de afweercellen van patiënten die gewoon herstellen van een acute Q-koortsinfectie. Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat er al veranderingen zijn in de activatiepatroon van afweercellen van mensen met chronische vermoeidheid. En die patronen die in die onderzoeken werden gevonden, die vinden we nu dus ook terug in onze onderzoek. Dus al met al vormen al deze gegevens een hele mooie basis voor nieuw en beter en gerichter onderzoek naar zowel het ontstaan van Q-koortsvermoeidheidssyndroom als eventueel ook het behandelen of voorkomen van een Q-koortsvermoeidheidssyndroom. In dit onderzoek hebben we onderzocht hoe vaak chronische Q-koorts voorkwam onder patiënten met een hartklepaandoening. Aan dit onderzoek hebben 904 patiënten deelgenomen. En van deze 904 deelnemers bleek er 133 een acute Q-koort in het verleden te hebben doorgemaakt. En van deze 133 patiënten hadden er 6 een chronische Q-koortsinfectie. Hieruit blijkt dat screening zinvol is. En recent is besloten door het ministerie van VWS dat de screening er gaat komen. De precieze invulling is nog onbekend, maar de screening gaat er komen. In ons onderzoek naar de lange termijn impact van QVS en chronische Q-koorts op psychosociaal welbevinden en arbeid is naar voren gekomen dat QVS-patiënten heel veel impact ervaren op hun dagelijks leven. Vooral op werk, ze werken steeds minder. Daarnaast zien we dat QVS-patiënten en chronische Q-koortspatiënten een lagere kwaliteit van leven ervaren, meer gevoelens van angst en lagere sociale participatie in vergelijking met mensen zonder Q-koorts of diabetes type 2. Daarnaast hebben we ook het concentratie- en geheugenniveau gemeten. En daarin zien we dat we bij QVS-patiënten geen verschillen kunnen aantonen met, met mensen zonder Q-koorts. Wat niet betekent dat zij geen klachten hebben, maar dat we daar geen klinische diagnose aan kunnen hangen. En ik denk dat deze kennis heel veel mooie aanknopingspunten heeft geboden voor vervolgonderzoek, maar ook dat het heel veel inzicht verschaft in de lange termijn impact voor zowel patiënten als hulpverleners, zoals huisartsen, internisten en bedrijfsartsen. In de MetaQ-studie hebben we het beloop in kaart gebracht op de korte en de lange termijn van Q-koorts. Daar hebben we gekeken naar welbevinden, kwaliteit van leven, vermoeidheid, depressieve symptomen, eigenlijk het hele scala. We gebruiken gegevens van 8 studies die in Nederland zijn uitgevoerd. En zo hebben we eigenlijk wereldwijd gezien de grootste database van Q-koorts patiënten in handen. Heel kort gezegd, wat het onderzoek laat zien, is dat QVS-patiënten direct na diagnose veel beperkingen ervaren op alle genoemde gebieden. En dat dit gedurende de jaren na de acute Q-koortsinfectie op datzelfde niveau blijft. We zien geen verbetering of verslechtering gaande de jaren. Voor chronische Q-koortspatiënten zien we een iets ander beloop. Direct na de acute Q-koortsinfectie ervaren zij minder een lagere mate van beperkingen dan QVS-patiënten. Maar hierbij zien we steeds een stijging met de jaren, dus de klachten nemen toe. En bij de derde groep patiënten, dat zijn overige Q-koortspatiënten die wel een Q-koortsinfectie hebben gehad, maar waarvan we niet een diagnose QVS of chronische Q-koorts weten. En daarbij zien we eigenlijk dat de klachten steeds verder afnemen gedurende de jaren.
Samengevat laat dit zien dat wat het beloop is in deze drie patiëntengroepen. En het is belangrijk voor patiënten, zodat het nu duidelijk is wat het beloop is over acht jaar sinds de Q-koorts-infectie. Deze resultaten zijn belangrijk voor patiënten, maar ook voor zorgprofessionals. En daarom zullen we ervoor zorgen dat onze resultaten meegenomen worden in de herziening van de QVS-richtlijn. In het onderzoek naar erfelijk bepaalde gevoeligheid voor chronische Q-koorts hebben we gekeken waarom sommige mensen nou wel en sommige mensen geen chronische Q-koorts ontwikkelen, terwijl ze verder dezelfde risicofactoren hebben. En wij hebben DNA van al die mensen verzameld en daaruit 6 genen geselecteerd waarin we variaties vonden tussen de chronische Q-koorts patiënten en de mensen die wel genezen zijn. En deze genen geven ons verdere aanknopingspunten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën. Maar nog belangrijker, misschien kunnen we in de toekomst beter mensen opsporen die meer risico lopen op chronische Q-koorts.